Ik weet niet of iemand het zich nog herinnert, maar de wereld ging eindigen op 21 december 2012. De dag voor mijn verjaardag. Het kon ook weer niet anders. Ja, ik nodig niemand uit, de wereld vergaat niet. En daar zat ik dan thuis alleen, met mijn penis in mijn hand, zonder cadeaus. Dank u wel, Maya's. Fuck you, ben de klootzakken. Nutteloos kutvolk, als ze niet al uitgeroeid waren, was ik ze zelf gaan kapotmaken. De Limburgers van de wereld zijn het. Maar ik moet toegeven, de Maya's, volgens mij zitten ze niet te ver van de waarheid. Ik denk niet dat de mensheid nog heel lang gaat meegaan. Ik denk dat het einde nabij is. De apocalyps loert om de hoek, dames en heren. Dat kan toch niet anders. Alle voortekenen zijn er al. Zet een tv op, kijk naar Komen Eten en je weet genoeg. Als je wilt weten hoe decadent onze westerse wereld nu officieel geworden is, bekijk onze favoriete twee obsessies. Koken en diëten. Eerst vreten we ons eigen helemaal vol, daarna heffen we die vette lijven op een home trainer in de hoop dat we die kwabberende brontosaurusreten terug kunnen gaan reduceren naar normale, strakke, menselijke proporties. En Komen Eten is het ergste programma in zijn soort. Dat is vergelijkbaar met een zwaar auto-accident. Je weet dat dat afschuwelijk is, maar je blijft wel kijken. Oh, ik kan dat niet afzetten. Ik ben eraan verslaafd. Hè. Dat staat ook altijd op als ik zelf thuis aan het eten ben. En ik moet toegeven, het eten op tv ziet er altijd veel beter uit dan die rommel die mijn vrouw serveert. Godsnaam, wijf, let nu toch eens op. Dan krijg ik misschien eens zoiets op mijn bord in plaats van deze troep. De keuken in. Sorry, schat. Swingend schoon met zwever. Komen Eten, een programma bevolkt met de grootste debielen die deze wereld arm is. Waar halen ze die mensen in hemelsnaam vandaan? Het grootste deel uit West-Vlaanderen, klaarblijkelijk. Ja, wat een kweekvijver voor mongoloïsme is dat toch, hè, die provincie? En het ergste soort West-Vlamingen ook. Hè? Niet van die hardwerkende, bescheiden West-Vlamingen zoals we ze meestal kennen. Nee, van die arrogante boeren. Hè? Ze zouden bijna uit Antwerpen kunnen komen. Verschrikkelijk. Hè? Zo twee chromosomen verwijderd van een koe. Ja, het is een mirakel dat ze de keuken niet onderscheiden terwijl ze hun middelmatig voer aan het prepareren zijn. Hebben die nog het lef om van die dingen te zeggen als... Als voorgerecht werd er enkel champagne geserveerd. Dat is niks bijzonders, hé, champagne. Dat krijg je overal, hé. Is dat zo? Waar jij vandaan komt misschien wel, o rijke herenboer. Kom eens naar Antwerpen, op de luchtbal. Moet je blij zijn dat je een blik carapils en een kopstoot van voor op je neus krijgt, hè? Het enige wat je daar gratis krijgt, is een geslachtsziekte. En de volgende woorden wil ik nooit nog uit de mond van dat soort West-Vlaming horen komen. Nooit. Het is wel jammer dat de borden niet voorverwarmd waren. Voorverwarmde borden, serieus. Jij bent de eerste generatie in uw familie die je niet uit een trog eet. Doe normaal, man. Maar dat soort programma's zijn een perfecte weerspiegeling van wie wij nu geworden zijn als maatschappij. En wij zijn de iedereen beroemd generatie, de applausgeneratie. Wij doen niks meer voor onze eigen voldoening. Wij moeten voor alles een publiek hebben. Alles wordt de performance. En God is nog een huwelijk. En vroeger de openingsdans, het bruidspaar dat wat traag tegen elkaar stond aan te schuren op hun favoriete nummer. Love lifts us up where we belong. Terwijl dat wij er allemaal stonden. Het is toch schoon, hè? Ja, zo dadelijk taart en dan kunnen we eindelijk naar huis. Maar nu gaat het bruidspaar 6 maanden dansles volgen, zodat ze voor alle aanwezige gasten de eindscène van Dirty Dancing kunnen recreëren. Inclusief de lift. Het prachtige zicht van de bruidegom die zijn 197 kilo zware bruid van de grond probeert te hijsen. Spring, mijn duifje, spring. Spring, mijn pluimpje, spring. Springt, vet zwaaien, springt. Waarom denkt u dat die trampoline hier staat? Decoratie! Come on! Ja, mannen, kipsen, houd me tegen.
40 man daarachter. Ze kantelt, ze kantelt. 20 man dood, een aardbeving van 5 op de schaal van Richter. De getuige die eindelijk doet naar wat hij vernoemd is. Ik heb het allemaal gezien, het was afschuwelijk. Oh, het vet liep van de muur. Wij doen niks meer voor onze eigen voldoening. Wij moeten voor alles een publiek hebben. En zo gaan we ook niet meer eten bij elkaar hier in ons Vlaanderenland. Maar we spelen komen eten, klaarblijkelijk. Ja, wat een rare trend. Ik ben een tijdje geleden uitgenodigd op een komen eten feestje. Door kennissen van mij. Ik heb die mensen meteen geschrapt uit de kennissenkring. Verschrikkelijk. Kom eten bij ons, dan mogen we punten geven op ons eten. En dan komen wij morgen eten bij u en dan geven wij punten op uw eten. Ik ben echt niet zo veeleisend als ik bij iemand thuis word uitgenodigd. Ik verwacht geen 5-gangen menu geprepareerd door een topchef. Als ik iets op mijn bord krijg dat ik zelf niet heb moeten klaarmaken, ben ik al lang tevreden. Dat maakt mij niet eens uit wat dat is. Een stomende drol met 2 sigarettenpeuken en een vlag erin geplant. Als hem nog warm is en ik heb hem zelf niet moeten leggen. Woehoe! En kunt het u voorstellen dat je commentaar krijgt op het eten waar je uren voor in de keuken hebt gestaan? En dat dan nog in uw eigen woonkamer? Door mijn ego zou dat nooit aankunnen. Zeg, Alex, de steek is niet echt senjaan, hè? Nee? Nee, genoeg bloed hier met uw bakkes erin. Hè? Zoals een hond in zijn eigen pipi. En als je dat al vreselijk vond, wacht maar tot het dessert eraan komt. Mijn penis met een suikerrand rond de eikel. In je oor. Lik aan mijn liefdeslolly, jij West-Vlaamse mentaal minder bedeelde randmongool. Dank je wel. En gewoon eten voor elkaar klaarmaken is ook niet meer genoeg klaarblijkelijk. Nee, ook dat moet entertainment zijn. Showcooking. Ik ga 2 nijlpaarden jongleren terwijl ik de pannenkoeken flambeer met een in benzine overgoten, vlammende, krijzende chimpansee. Puur voor uw vermaak. Ik zal nog een zotte hoed opzetten en een dansje doen ook. Wopa Gangnam Style. Daar hoeft niet te applaudisseren. Ik hoorde er een. Nee. Halt! Nee! Mijn god, nee! Kom aan, die videoclip al gezien? Dat is gestoord, dat je zo mensen achtervolgt op straat. Lieverd, kijk niet over je schouder, maar er loopt een kleine, dikke Koreaan achter ons en die doet alsof hij op een paard rijdt. Dat kan niet goed zijn, maar geen oogcontact. Nee, hij begint tegen ons been te rijden. Nee, af, af, dikkerd. En we gaan toch geen eten meer serveren op een bord, mag ik hopen? Dames en heren, op een taloor, dat gaan we toch niet meer doen? Dat is zo passé. Ik serveer mijn eten altijd op een lijsteen. Op een tegel. Ik ken de uitspraak, je kunt bij die mensen van de vloer eten. Maar dit wordt een beetje belachelijk. Hè? En het prachtige geluid dat uw bestek produceert wanneer je eet van een lijsteen. En, smaakt het? Het is wel lekker, maar ik denk dat je juist een hersenbloeding gekregen hebt. Ik heb geen gevoel meer in de linkerkant van mijn lijf. Een lijsteen, geschikt voor alles, behalve... soep. Dat marcheert precies niet zo goed, hè. Je kunt de balkjes wel rondduwen, zo. Hier pakt de rietje, zuigt de rest maar van de grond. Een lijsteen. Als je dan toch zo origineel wilt zijn, serveer het eten niet op een lijsteen. Serveer het op een naakte dwerg met een appel in zijn mond die op een dromedaris ligt, die rond de tafel loopt. Oeh, walking dinner. Geweldig. En ik verbrand calorieën terwijl ik eet. Het is een koopprogramma en een dieetprogramma in één. De ideale wereld. En weet je wat ik mis aan komen eten? Nooit gedacht dat deze woorden zouden ontspruiten aan mijn tanderij. Weet je wie ik mis? Peter van Asbroek. Ja, die arrogante commentaar van Peter van Asbroek. En wat hij allemaal zei. Oh, zou je daar wel radijsjes bij doen? Dat is geen goed idee hoor, radijsjes, Katrientje.
Weet je wat geen goed idee is, Peter? Niet door uw zijspiegel kijken als je in de auto zit, hè? Van mijn eten is nog niemand doodgevallen, zo'n Petertje. Hoe kun je trouwens ook iemand au sérieux nemen die je zo wandelt? Allemaal begonnen met een diadeem en het is alleen maar bergaf gegaan met die mensaap. Maar ik moet toegeven, ik mis hem. Ik mis hem. Want Woestijnvis heeft een tijdje geleden een poging gedaan om van komen eten een cultureel verantwoord programma te maken. We gaan geen uitlachtelevisie meer maken. Jammer, dat is het enige dat er leuk aan was. Dat je kon kijken en kon zeggen, schat, ik ben soms wel een debiel, maar dat zijn pas echt een bende Mongolen. Dat is het enige dat er leuk aan was. En ik wist dat Woestijnvis het programma ging aanpassen. Dus ik heb die mensen gebeld. Ik heb ze tips gegeven. Ik heb ze parels gegeven, dames en heren. Ze hebben niet naar mij geluisterd. Het had zo mooi kunnen zijn geweest. Ik zei, doe het met kannibalen en noem het komen opeten. Op het einde van de week gegarandeerd maar één winnaar. Nee, was het een zware wedstrijd? Ja, vooral de laatste dag, die tweede tet van Leslie aan Poppen ging er amper nog bij. Sorry, ze ligt nog een beetje op mijn maag. Of doe het met uitgehongerde Afrikanen en laat ze de vliegen van mekaars gezicht opeten. Deze smaakt naar anus, er is hier iemand vals aan het spelen aan de tafel. Wat? Ben ik echt de enige persoon in het hele sportpaleis die ooit op tv naar een uitgehongerde Afrikaan met zijn gezicht vol vliegen heeft gekeken en gedacht heeft, eet die vlieg op. Eet die vlieg op, man. Kom aan, dat zijn proteïnen. Het is niet alsof er nog iets anders op het menu staat vanavond. Hè? Beggars can't be choosers, man. Come on. En we hebben trouwens het hoogtepunt van onze decadentie bereikt op deze planeet. Er sterven momenteel op onze planeet Aarde officieel meer mensen aan overgewicht dan aan ondervoeding. Ja. Dus dat die Afrikanen maar stoppen met zagen, hè, man. We hebben geen eten, wij gaan allemaal dood. Ja, wij hebben keiveel eten, wij gaan nog meer dood dan jullie. Wat is ons een benefiet? Mijn buik is helemaal opgezwollen, want er zit niks in. Je van mij, dat hem helemaal vol zit. Hè? Ach, ik heb nog een halve kip over hier. Feed your village, man. For a week. Komen eten. Hoe laag gaan we nog zakken in ons land? Wat wordt het volgende programma? Komen neuken? Dat we langskomen bij elkaar, mekaars partners afrijden en daar punten op geven? Lekker strak en warm. Voor de ontvangst geef ik een welverdiende 7. Voor het eten, ik weet wel dat het daar naar vis hoort te smaken. Maar wat eet die augurk daar in godsnaam? Dus vreselijk, 4 op 10. Hier kom ik nooit meer terug.